Heb je een innovatief idee om een nieuw product, een nieuwe dienst, een nieuw of verbeterd proces of een nieuw businessmodel te ontwikkelen? Zijn daaraan nog wat risico's en uitdagingen verbonden? Dan kan je misschien financiële ondersteuning krijgen met Flyo subsidies voor onderzoek en ontwikkeling. Om helemaal zeker te zijn, gaan we met jou graag dieper in op de criteria om deze ONO-steun te krijgen voor jouw innovatief project. Dit doen we aan de hand van een drietal vragen die je jezelf moet stellen. 1. Is mijn project echt nieuw? Is het veel meer dan samenvoegen van wat ik al ken? En zit er een belangrijke stap vooruit in kennis voor mijn bedrijf? Zijn er nog risico's aan verbonden? Kan ik goed aangeven waar de echte ontwikkelingsnoden of onderzoeksnoden zitten? Indien je volledig kan aangeven hoe je je project gaat verwezenlijken, dan is het niet steunbaar. Dan spreken we van pure engineering. Maar als er nog uitdagingen zijn, bijvoorbeeld keuzes tussen verschillende opties, uittesten of bepaalde opties samenwerken en iteraties nodig zijn om tot het eindresultaat te komen, dan spreken we van innovatie of onderzoek en ontwikkeling. Is het resultaat de moeite? Hier bedoelen we dat je een goed zicht moet hebben op de impact op de markt van jouw project. Een sterke business case is dus vereist. Voor welke extra tewerkstelling of investeringen ga je zorgen? Daarbij hoort ook, heeft mijn idee een reële kans op slagen? Is mijn aanpak wel effectief? Flyo investeert belastingsgeld. We delen in het risico dat je als bedrijf neemt. Maar we willen dan ook een realistisch voorstel zien. En een aanpak die de uitdagingen op een goede manier aanpakt en die vertrouwen geeft. En 3, is dit een project met genoeg omvang? Wij denken dan aan projecten met een budget van meer dan 50.000 euro en een doorlooptijd van gemiddeld 9 maanden tot 2 jaar. Het budget wordt berekend als een optelsom van loonkosten, externe kosten voor expertise en afschrijving van investeringskosten voor de duur van het project. Kan jij volmondig ja zeggen op deze vragen en het goed onderbouwen, dan kan je subsidies krijgen voor jouw onderzoeks- en ontwikkelingsproject. Hoe begin je daar nu aan? Alle info is terug te vinden op de website van Flyo. Concreet is er een template voorzien waarin je je project kort kan uitschrijven. Deze bestaat uit 3 delen. De business case, het projectplan en een kostenraming. Heb je vragen of wil je hierin graag verder begeleid worden? Contacteer dan zeker jouw Flyo bedrijfsadviseur.